in me. Hey, die frikken! Ja, ik ben Paul de Jong, sinds 2 weken hoofdtrainer hier bij MSV. En we hebben nu 2 weken voorbereiding op zitten. En ja, aanstaande morgen dus gaat het echt gebeuren. De wedstrijden gaan beginnen, want dit is natuurlijk nooit de leukste tijd. Maar in ieder geval, ik heb het tot nu toe vreselijk naar mijn zin. Er wordt hard gewerkt en de resultaten zullen dan vanzelf komen. In all you do, have the faith. Dirk Elmsen. Ik heb altijd bij Vreeswijk gespeeld in het eerste elftal, tot aan mijn 28e. En toen ben ik eigenlijk al, toen ik 28 was, hoofdtrainer geworden bij de Meren zondag. Why don't you trust in me? Come to me. Things go wrong. Cling to me, daddy. Eigenlijk na de winterstop heb ik alle thuiswedstrijden gezien, plus de na-competitie vanwege degradatie. Dus ik weet ongeveer wat er allemaal te koop is. En dus we proberen nu een lekker mondvors team van te maken met de jongens van MSV zelf. En zullen kijken waar het schip zal stranden. Hopen dat we in positieve zin volgend jaar weer de plaats kunnen terughalen. Tenminste, dat is mijn doelstelling. Terug in die derde klas. Maar dat zal ik de groep niet vertellen. Want ik vind gewoon, moeten we voor jezelf houden. De druk niet erop leggen. En laat eerst maar plezier krijgen in het voetbal. Met een goed team, een samenhorig team. En van daaruit gaan we zien waar de prestaties komen. Nou, ik heb hier denk ik ik zei het toevallig vanmiddag al tegen Paul de Jong. Ik heb hier al een leukere, veel leukere indruk als ooit gehad. Come to me, daddy. Face the future. Why don't you smile? Goh, dus ik hoop dat we wel een beetje meedoen. Voor de rest weet ik het ook nog niet. Dan moet ik eerst nog even kijken wat het materiaal is. Je leert mij wel kennen langs de lijn en ik hoop alleen dat de mensen weer het plezier in het voetbal terugkrijgen na toch een rampjaar. Ik vind altijd een degradatie is altijd een rampjaar. Ik hoop wel weer met alle getalen weer achter de ploeg gaan staan en dat we nog een hoop punten gaan halen.